Mijn verwachtingen waren hoog en die zijn uitgekomen. Dus ik ben niet anders dan tevreden. Toen ik de waterfontein ontving, viel het op dat het best wel heel zwaar is. Dus het is niet mogelijk. En zeker als die 1,5 liter water erin zit, dat je kat hem heen en weer schuift. De bak staat waar die staat. En het is gewoon mooi, ook mooi afgewerkt. Heel mooi. Ik ben er heel blij mee gewoon. Ik heb besloten tot een waterfontein. Ik heb gezocht op internet en dan zie je van alles. Maar het is niet zo groot hier, dus ik wilde iets wat niet zoveel geluid maakt. Ik ben op deze gekomen. 1. Het gebruikt geen filters, vind ik ideaal. En 2. Het maakt bijna geen geluid. Het staat dag en nacht aan. En het blijft het gewoon geweldig doen. Ik ben er heel blij mee. En ik heb hem gekocht omdat meneer het lekker vond om uit de wc te drinken. Vond het niet zo fris. Dus vandaar. Ja, wat is mijn ervaring met de fontein? Ik vind hem gewoon geweldig. Hij ziet er mooi uit. Weinig onderhoud. Er gaat bijna 1,5 liter water in. Dus je kan eens een keer een weekend weg zonder dat je zorgen hoeft te maken. Heeft hij genoeg water? En het op een of andere manier trekt het heel erg voor de kat aan. Het lopende water. En hij krijgt 1 keer in de week maak ik het schoon, 1 keer in de maand ontkalk ik het. En als het heel warm is en het water verdampt, gooi ik er gewoon wat bij. Dus 1 keer in de week even in de afwas en klaar. Mijn kat Jax is 1 jaar oud en ik hoop dat hij minimaal 16 wordt. En als die fontein het net zo lang volhoudt als de kat, top, meer kan je niet verwachten.